Ja, ook Anne. Waar ziet je druk mee? Hoe ik druk met ben? Ja. Ik ben altijd druk. Hoi, Bas van der Zwaan, alleen. Jo, spannend. Programma onderweg. Kent je het toevallig? Nee, ik ken het niet, maar ik heb het wel verhuren en heel veel jullie hebben gezegd hebben van dat zit dan eens bij dicht langs gewoon. Komt hier een beetje regen van? Zal ik ook eens zeggen dat we hier al heel druk zien langs gaan komen? Maar dat er dan net niet meer stoels was of dat we geen beweging zoeken of zo. Want je ziet ook wel eens onderweg dan. Ja. Maar ook naar mijn werk en naar mijn baas heb ik 2 dagen. Dus dat kan allemaal. Oh, dit is niet ook werk? Hij werkt op de maandag, de donderdag en de vrijdag en het weekend. En wat is dat dan? Een kunstgalerie voor keramiek. Mogen wij even binnenkomen? Ja, dan mag het zeker binnen. Ja. Komt er. En Spork is de naam. Mijn naam is Spork, ja. En wie is dan, want ik zoek ergens een bordje stond, daar stond nog een Spork bij. Mijn dochter is edelsmid en ik maak keramiek en we doen samen. En dit is eigenlijk een beetje ook, hoe moeten we dit zeggen? Dit is de beeldentuin. Weliswaar in oktober, maar met de herfstkleuren is het ook mooi, hè. Ja, dit is een plek, denk ik, die in ieder jorgentijden was, in Charme heet, of niet? Ja. Nee, goed, in de zomer is het het schoonste. Maar hier woont je niet? Jawel, ik ook. Okay. Ja. En wat doet je dan die andere dag van de week? Ik werk met verstandelijke gehandicapten in Maastricht, in Glaashoes. En dat doen we ook kunstprojecten. Met die verstandelijke gehandicapten? Ja, dat is een galerie en een atelier en een beeldentuin voor verstandelijke gehandicapten. Dus daar zoeken we eigenlijk ook nog een keer op. Daar zou ik ergens moeten komen, ja. Ja, dat is ook een leuke plek. En kunst maken met mensen met een beperking? Ja, ja. Hoe gaat dat? Ja, dat is hartstikke leuk. Wie gaat dat? Wie maakt ze kunst met mensen zonder beperking? Dat is geen dezelfde manier. Ja, wat is het? Nou, ja, toch op dezelfde manier? Sommige lui hebben het van zichzelf in de vingeren. En dan is het net de kunst om daarvan af te blijven. En een andere stelt een vraag en zegt van, kent ze mij met dit of dat helpen? En dan en wanneer begint het helpen? En wanneer, ja, dat is een ervarings, een ervaringskwestie. Dan moest ze leren langzaamaan beginnen met hem en kijken wat er in zich heeft. En per se niet kapot maken wat er zelf kent. Dus dan leer ze zelf eigenlijk ook weer? Ik zeg altijd, van als ze zeggen van, oh, wat leuk dat ik met die mensen mag werken. Dat ze die kind leren. Ik zeg van, als ik heel goed oplet, dan leer ik hiervan. Ja, dat is zeker. Sommige lui zul je dan zeggen van, nee, maar die kunnen mij niks meer leren. Ik weet alles. Ja. Nee. Bij kunst is dat sowieso. Ik denk dat dingen wat onbevangener steed in het leven en zo. Dat hij ook veel meer durft en kind maken. Dus. Ik heb die vraag al eens dukker gesteld. Ja. Hoe kunnen we toch dat kunstenaars duk op de moeiste plekjes wonen? Ja, nou, dat heeft ook wel met te maken dat het dat voor de afgelopen 32 jaar. Wanneer zijn we voor 85 zijn vrij komen wonen? Ja, we hebben er ook heel erg aan getrokken. Ja, ook de ruimtes mooi te maken. Was dit dan ook een pand wat er dusdanig dat niemand aan durfde te beginnen? Een oud vervallen boerderijtje. Ja. Dus je zit 30 jaar bloed, zweet en tranen in. Op het moment dat het al begint, dan denken ze van, oh, dat knap voor even op. En achteraf, ze moesten toegeven van, dit is toch een levenswerk. Dus dat... Als ze het nog een keer zoiets moeten doen, worden ze dan hier nog een keer begonnen? Of, Ja, het had zich wel geloond. Dat is wel heerlijk om mij te toeven. Vermits ze de rust vangen, ze mochten ervan te genieten. En dat als lukt? Als je een doener bent, dan... Ja, dat lukt me normaal. Ja? De jaren schrijden helemaal beter, moet ik zeggen. Ja. Hey, en dat doet het samen met die dochter, hè? Ja. Maar die woont hij niet? Nee, die had hij wel een werkplaats, maar die woont eventjes over de grenzen Schravenvoeren. Oh, ook niet verkeerd? Nee, ook een leuke plek, ja. Maar daar woont hij alleen? Ik woon hier met mijn vrouw en de 3 kinderen in het huis, hoe inmiddels. En die vrouw, hoe is die nou? Hoe is die? Binnen in de keuken. Oh, Hé, maar ik ben benieuwd naar wat, want we kwamen net van die kant. Ja. Laat stik voor ons hoe het jong. Ja, dan. Is goed. We zien zo vrij, hè? Ja. Oh, dit is de tuin der lusten. Juist. Serieus? Ja. Hé, wat. Ja, dit is. Hallo. De...
Daar hebben we er... Collega kunstenaar? Nee. Schoonzoon, hoi. 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 Bas van der Zwaan. Hoi. Te gek. Dit is een kunstwerk in wording? Ja, dit is wat het is. Werken met afvalmaterialen. We hebben er eens een keer in gehad in Wiert. Ja. En die had ook behoorlijk wat grond in het hoes. En die had een gans... wat was het? Het was een ook met flessen, hè? Een doolhof met flessen had hij gemaakt, ja. In de... Maar waar begint dit? Waar begint dit? Ja, waar begint dit? In die kop? Dan moet ik toch... Schoonzoon begint al te lachen. Nou, leg jij... Ik heb geen idee. Waar begint dit? Ja, dat begint altijd met een brei, toch? Met een verzameling, denk ik. Oh, de verzameling. Ja. Dus dan moest ze eerst heel veel drinken. Nou, nog even vooropstellen. Het is dus voor 90% appelsap. Voor bij jezelf appelen. En het is begonnen met flessen verzamelen. En die appelen stonden dan hier? Die stonden in de wei, ja. Oké, okay. Ja. En dan ben ik begonnen met de flessen te verzamelen. Ik denk, dan hebben ze voor het volgend jaar weer flessen. En dan zegt de leverancier van, ik wil dat wel in doen. Maar als ze open gaan, is het een risico. En daar zijn ze dan toch van net. Ze zeggen toch maar een nieuw flesje. En dan kwamen er heel veel flessen bij elkaar. Ja, en ik vind dat het is ook overal in de ik vind het geweldig om te werken met dingen die waardeloos zijn. Afvalmaterialen. En dan huurt een leeg flesje natuurlijk ook bij. Terwijl een leeg flesje natuurlijk een heel mooi object kan zien als doorkijkraampje of wat. Ja, absoluut. Want in de iedere jorgetijden is het licht ook weer anders. Ja. Ja, dit is nog echt een wording. Ik heb daarachter ook een moer die is klaar met flesje. En... ja, wat het gaat worden, er is ook geen vooropgezet plan. Hè, voor beginnen lekker te weten dat we een prieeltje van flesje willen bouwen. En dan ga je dat ook als zodanig gebroekweren, het prieeltje. Ja, dus het is wel de bedoeling dat ze er straks lekker gaan zitten. Met een goed glaas wijn. Juist. Hey, hij is al gebruikt, hè? Ja, we zijn erin getrouwd. Samen met mevrouw Anneke, de dochter van Leo. Zijn we hier getrouwd? Ja, in deze tuin. Het is dus een prieeltje. Het is een liefdesprieeltje. Een trouwkapel. Dat zijn de leukste prieeltjes, de liefdesprieeltjes. Ja, precies. Maar leg even uit, hoe ging dat? Hoe ging dat? Daar zat alles, vrienden, familie zat hier in de tuin. En dit was ons trouwplekje waar we getrouwd zijn. En hoe ver was het toen al? Leek het toen al een beetje op... Toen leek het op dit, ja. We zijn nu net weer... We hebben het al wel weer opgepakt nu. Maar het heeft even stilgelegen. Maar toen was het al wel ongeveer dit. Was er een geestelijke bij? Ik vermoed van niet, maar nee. Nee. Was geen geestelijke. Wie heeft de plechtigheid voltrokken dan? Een vriend van de familie. Ja, ja. Is er een... Nee, dat is de officiële echte bruiloft. Of de huwelijksvoltrekking had op de stadhoes vast plaatsgevonden. Maar dit is gewoon een feestje achteraf. Hè, met, Wat was het voor een dag? Een fantastische dag. Het was echt prachtig. Het weer werkte mee? Ja, het weer werkte ontzettend mee. We hadden een heel mooi weekend uitgekozen. En daarin was het precies goed. Genoeg zon, geen regen. Maar een mooie afwisseling tussen warm en fris, zeg maar. Dus het was echt prima. Is het laat geworden? Laat genoeg, ja. Het was mooi, ja. En je hebt de eerste huwelijksnacht. Ja, absoluut. We hebben erin mogen slapen. Ja, halverwege de dag werd het omgetoverd tot slaapplek. Dus toen was het, het is echt fantastisch, ja. Ja. En dat was een hoop stro? Of, niet zo bezig. Er lag wel een matrasje. Matrasje? Ja, een matrasje. Ja. Was het een heldere nacht? Het was een fantastische heldere nacht, ja. Inderdaad. Dus je kon gewoon... We hadden wat was het? Een parachute. Een witte parachute hadden we ervan gemaakt. Dus het was echt een koepel eroverheen. En het was echt fantastisch. Een cocon. Een coconnetje. En hoe lang is het nou precies geleden? 10 juni, dus het is nog vers, hè. Ja, het is nog prima. Goed, man. Ja. En waar ben jij... De kunstenaarsdochter die ook kunstenaar is, tegengekomen. Dat is dan weer de oude dochter. En ik heb de jongste gestrikt. En dat is echt heel klassiek via carnaval is dat gedaan. Ach. Ja, carnaval Maastricht. En de hele vriendengroep is bij ons versmolten in broertjes, zusjes en allerlei. Alles van elkaar, vrienden, familie, alles bij elkaar. En, dat moet je me even uitleggen.
Dat veel mensen aan elkaar zijn blijven hangen? Ja, nou ja, en die kennen elkaar via familiebanden ook weer. Ik bedoel, mijn zus is dan weer een goede vriendin van zijn oudste dochter. En die hebben bij elkaar samengewoond. En ook met de zoon van Leo, Joep, is ook een goede vriend van mijn zus. En inmiddels ook van ons, van mij natuurlijk ook. Dus ja, zodoende. Maar wat is jouw link met Maastricht dan? Sowieso mijn vrouw komt hier dus vandaan. Hè? Die komt uit Ingber en... Die heb ik leren kennen met carnaval uiteindelijk. Mijn link met Maastricht is dat ik het hier ontzettend mooi vind. Ik kom zelf uit Brabant, dus het is niet zo'n hele grote stap naar hier. Dus het viel wel mee. Maar zodoende ben ik hier blijven wonen uiteindelijk. Ben ik samen gaan wonen met de vrouw en hierin gekomen. En wat doe jij, als ik vragen mag? Ik nu? In het grote mensenleven. In het grote mensenleven. Nu doe ik momenteel even niks. Want ik heb een tijdje gewerkt, ik werk ook in de zorg. En ik heb een tijd gewerkt op Kadir en Keer hier, de jeugdgevangenis. En dat is uiteindelijk, was dat of een vaste aanstelling of er tijdelijk even uit. En het is er tijdelijk even uit geworden. Dus, die keuze had je? Die keuze is redelijk voor mij gemaakt wel. Maar die heb ik goed geaccepteerd en nu verder. Dus. Dan kan ik me vervelender manieren voorstellen om een sabbatical, laten we het dan zo even noemen, door te brengen. Ja. Dan samen met je schoonvader het liefdespriool afmaken. Ja, dat is fantastisch. Nee, ik verveel me echt niet. Nee. Ik heb het goed naar mijn zin. We raken eigenlijk iedere donderdag wel samen. Hè? Ja. In de ochtenduren gaan we een keer de miek doen. Ja. En dan na de lunch gaan we lekker klusjes doen. Bladeren vegen of hier een stukje metselen. Of, genoeg te doen. Dus je helpt hem ook met keramieken? Of keramiek nou, dan zelf hij helpt ook? Mij, ik keramiek zelf zeg maar dan. Dus het is een mooie wisselwerking. Een mooi broeienest hier. Hier, dit is inderdaad een nest van creativiteit. Hè. Zouden wij de heren zover kunnen krijgen dat we met z'n allen op de foto gaan in het liefdespriel? Dat is zeker.